Dames en heren, een fantastisch 2011 gewenst. Fijn dat u hier allemaal in onze prachtige vernieuwde Schouwburg bent gekomen voor de Deventer Nieuwjaarsreceptie. Onder het toeziend oog van vele bekende en onbekende Deventernaren hield burgemeester Heidema afgelopen maandag zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de inmiddels traditionele stadsreceptie. Dit jaar werd het voor het eerst in de Deventer Schouwburg gehouden. Heidema riep in zijn toespraak onder meer op om ondanks allerlei bezuinigingen die onvermijdelijk zijn, te blijven investeren in de stad en de dorpen. Zo moet iedereen er gezamenlijk voor blijven zorgen dat creativiteit binnen de stad gewaarborgd blijft en ook gestimuleerd wordt. In die dingen die voor de toekomst van Deventer zo ongelooflijk belangrijk zijn. En daarbij zo te sturen dat we met elkaar doorgroeien in de richting die we samen hebben uitgezet in de toekomstvisie Deventer 2030. De nieuwjaarsreceptie is van oorsprong bedoeld om te netwerken. Naast verschillende ondernemers en belangstellenden waren er ook leden van de gemeente aanwezig. Onder het genot van een eventueel glaasje champagne werd er besproken over wat men in 2011 wil gaan doen met Deventer. Binnenstad goed inrichten. Daar zijn we nu nog mee bezig. Het is afgelopen jaar net niet gelukt om klaar te krijgen. We gaan woensdag weer mee verder. En goed bereikbaar. Een mooi nieuw stadhuis. Goed voor de ambtenaren. En hopen dat de bibliotheek ook een goede plek krijgt. Het wordt een goed jaar. We hebben er alle vertrouwen in. En in zo'n mooie stad als Deventer is het ook plezierig werken. Hè? Want daar doen we het eigenlijk allemaal voor Deventer. Hartstikke gezond. Hartstikke gezond zijn vind ik heel erg belangrijk. Afgelopen jaar af en toe een klein hobbeltje gehad. Dus het heeft me wel laten inzien dat het heel erg belangrijk is dat je fit en gezond bent. Ik heb nog geen persoonlijke voornemens. Gezond blijven, dat is het enige wat belangrijk is. En als je, daarom zeg ik, per dag komt wel wat tevoorschijn komt. En als ik A zeg, dan zeg ik ook meestal B. Maar ten nauwte wil ik nog niks op stapel staan. Honderden basisschoolleerlingen liepen vanochtend in een kunstzinnige optocht van hun oude scholen naar kindcentrum Kei 13 aan het Wezenland. Deze week wordt er verhuisd. Vanaf aanstaande maandag zullen de lessen gegeven worden in Kei 13. De basisschoolgroepen van de Flint en de Steenuil hadden dezelfde kunstwerken gemaakt en liepen door elkaar in het kader van het project Ritsen. Hoewel beide scholen vanaf aanstaande maandag een eigen vleugel in het gebouw hebben, zullen ze ook dingen delen, zoals de gymzaal en de speelplaats. Hoeveel gaan jullie nou samen doen en hoe ver blijven jullie aparte scholen, ook al zitten jullie in hetzelfde gebouw? Ja, nou, de horizon wordt de Steenuil en wij de Flint en het blijven ook twee aparte scholen. Maar omdat we in één gebouw zitten, gaan we wel wat meer samenwerken. Bijvoorbeeld de schoolregels worden wel hetzelfde, hè, voor de regels in de klas. We gaan een leefstijl, dus een methode voor een sociaal-emotionele ontwikkeling, gaan we samen doen. Nou, en zo zie je denk ik op steeds meer vlakken wel een samenwerking ontstaan. Maar in de basis blijven er twee aparte scholen. Meer over de optocht en de nieuwe locatie aanstaande dinsdag in het programma Keizerslanden vernieuwd. De spits van de kerktoren in Weijen is in de ochtend van 1 januari volledig uitgebrand. De brandweer moest massaal uitrukken om de brand te bestrijden. Door de hoogte van de toren was het bestrijden van de brand moeilijk, maar de brandweer had de brand rond 1 uur onder controle. Nou, wij kregen een melding van een gebouwenbrand aan de Stationsweg 9. Vervolgens werd ik direct daarna al gemeld dat er al middelbrand was gemeld door de meldkamer, omdat de brand al uitslaand was. Nou, ik woon ook zelf toevallig in het dorp, dus mijn aanrijdtijd was ook zeer beperkt. En ik kwam hier de straat in rijden. Ja, ik zag de vlam al hoog uit de spits drijven. Ik dacht al, daar zijn we niet binnen 5 minuten mee klaar. Dat was wel duidelijk. Zoals je achter ziet, heb ik met behoorlijke hoogte te maken. Vervolgens hebben we direct zwaar ingezet met groot materieel en 2 hoogwerkers en veel waterwinning klaargemaakt om die brand te gaan bestrijden. We hebben nog een gemiddelde hoogwerker ongeveer bij de brandweer van Zwolle en Deventer gaat tot 30 meter. Maar die kerk is bijna 50 meter hoog, hebben ze me verteld. Maar we hebben gelukkig nog wat worplengte en door de druk van het water behoorlijk op te voeren hebben we toch redelijk water kunnen krijgen bij de vlammen. Althans de eerste vlammen eraf gekregen, waardoor de brand niet meer zo snel zou uitbreiden. Enig idee hoe dat ontstaan is? Nee, ik heb geen enkel idee hoe die brand ontstaan is. Toen wij ter plaatse kwamen was het gewoon een uitslaande brand. Wij zijn in het begin ook niet naar binnen gegaan in verband met onze eigen veiligheid. Later wel, toen uiteindelijk de vlammen eraf waren, zijn we voorzichtig naar binnen gegaan. Maar de oorzaak van de brand kan ik niks over zeggen. De brandweer moest voor eigen veiligheid eerst de brand van buiten afblussen. Pas toen de brand redelijk onder controle was, kon ook van binnen het vuur worden bestreden.
Vervolgens zijn we naar binnen gegaan. Nou, dat bracht ook nog wel een bepaalde beperking met zich mee door de vele water wat zich had opgehoopt op de plateaus. Dus de eerste binnenaanval moesten we eerst zien tot we het water van de plateaus weg zouden krijgen. Nou, binnen zijn het allemaal houten trapjes. Dus je kunt ook maar niet zo'n luik weghalen tot je een kuub water op je krijgt. Want dan lig je zelf ook natuurlijk weer onderaan het plateau, wat we absoluut niet willen. Want veiligheid van onze mensen gaat natuurlijk voor. Vervolgens hebben we kleine gaatjes gemaakt in de plateaus en gefaseerd het water afgevoerd. Nou, dan ben je inmiddels al een uur verder en na dat uur zijn we vervolgens met een hoge drukstraal zijn we naar binnen gegaan om echt de kleine torenspitsjes nog af te blussen. Nou, dat is redelijk goed gelukt en vervolgens hebben we nog een check gedaan met de warmtebeeldkamer en bleek er inderdaad geen vuur meer in te zitten. Dus de brand is beperkt gebleven tot de spits, gelukkig. De financiële schade is nog niet bekend. Het fenomeen Twitter bestaat al sinds maart 2006. Een online dienst waarmee je elkaar berichtjes, tweets, van 140 tekens toe kunt sturen en onderling op elkaar kunt reageren. Vaak kennen deze mensen elkaar alleen via Twitter en hebben ze elkaar nog nooit in het echt ontmoet. Voor twitteraars die in Deventer wonen of werken, komt daar verandering in. Althans als het aan de organisatie van Twooshy ligt. De naam is een verbastering van de woorden Twitter en sushi. Deze avond, die op 14 januari plaatsvindt in restaurant Moskou, stelt actieve twitteraars uit Deventer in de mogelijkheid om elkaar op een informele manier te ontmoeten. Ik vind, je hebt pas echt contact met mensen als je elkaar in de ogen hebt gekeken. En dan weet je nog meer en nog beter wat je voor elkaar kunt betekenen. En misschien dat Twitter wel het bindmiddel is wat mensen met elkaar in contact brengt. Nou, ik denk dat de mensen die op zo'n avond komen, als een Twooshy bijvoorbeeld, dat mensen zijn die al een tijdje twitteren. Ik kan me wel voorstellen dat juist ook, doordat het nu ook weer wat bekender wordt, dat eigenlijk ook steeds meer mensen er gebruik van zullen gaan maken. Wat toch wel de kern in is de sushi. Nogmaals, als je niet van sushi houdt, ze hebben hier biefstuk, entrecote, botje friet. Dus ook die mensen zijn van harte welkom. Veel mensen kennen de term Twitter, maar voor het overgrote deel blijft het iets onduidelijks. Een Twooshy-avond kan ook daar verandering in brengen. De eerste avond vond afgelopen september al plaats en was volgens de organisatie een succes. Vandaar een tweede editie. Het idee, oorspronkelijk afkomstig uit Amerika, ontstond op Twitter waar de organisatoren met elkaar in contact kwamen en het, in Nederland vrij onbekende fenomeen, op wilden zetten in Deventer. Het lijkt of deze avond, of zelfs Twitter, voor een selecte groep is. Maar dat wordt ontkracht. Van oudsher werd het een beetje als rode broeken medium gezien. Dus echt voor hoge opgeleide, vaak mensen die twee inkomens hebben, twee verdieners. Alleen je ziet nu veel meer omdat die functionaliteit, zoals het vertellen waar je mee bezig bent, bijvoorbeeld ook al bestaat in Hives bijvoorbeeld, in Facebook, dat ook jongeren dit meer gaan gebruiken. Maar wat maakt Twitteren eigenlijk zo leuk? Het is voor mij een makkelijke manier om te communiceren. Ik ben niet zo'n beller. En mailen, nou ja goed, dat wordt meestal weer heel uitgebreid. Het is heel simpel om even in een paar regels even te vragen hoe het gaat. Of ja, alsof ze naast je staan. Ik heb door Twitter en door LinkedIn mensen ontmoet in mijn leven die ik anders nooit, of wellicht anders veel later in mijn leven ontmoet zou hebben. Dus ik vind het een hele welkome aanvulling. Het is een mooie manier om in te kunnen zetten voor publiciteit, om kennis te delen en om gewoon in contact met elkaar te blijven. Om weer kennis te maken met nieuwe Deventer Twitteraars die zich aangemeld hebben. Leuke manier om weer nieuw te gaan leren schrijven ook. Het is echt een nieuwe vaardigheid eigenlijk. Inmiddels hebben al 40 mensen zich aangemeld voor de tweede Twooshy-avond in restaurant Moskou. Deelnemen aan de avond is mogelijk door Twooshy te volgen op www.twitter.com/Twooshy en je aan te melden. Dit kan nog tot 10 januari. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventerrtv.nl.